Gebruik 3 teentjes knoflook. Twee shallotten. Versnipperde shallotten. Verhit 2 eetlepels wokolie. Bak de shallotten totdat deze transparant zijn op stand 4. Voeg toe 3 teentjes knoflook en een derde Surinaamse peper zonder pitjes, fijn gesneden. Bak deze 1 minuut. Voeg toe 300 gram kip gehakt. Bak deze 1 minuut. Voeg nu toe de kruiden. Halve theelepel gemalen koriander. Een theelepel gemalen gember. Halve theelepel gemalen komijn. Een theelepel gemalen chilipoeder. Een theelepel gemalen kaneel. Bak het vlees 6 tot 7 minuten. Laatste minuut, strooi een snufje mineraalzout. Bak 1 minuut, vuur uitdoen. Ontdooi 1 pak filo deeg met 10 plakjes. Smelt 100 gram roomboter in de magnetron. Pak 1 vel filo deeg en smeer 1 zijde met de gesmolten boter. Vouw het velletje dubbel. Zet wat overheerlijke kip 3 cm vanaf de linkerkant. Rol de filo deeg op. Zet de rolletjes op bakpapier in de ovenschaal. Besmeer de rolletjes met de gesmolten boter. Oven voorverwarmen. Op 180 graden Celsius.
Bak de rolletjes in 15 minuten krokant. Eet met tomatensalsa. Meneer Eilie, heeft u al onlasting gehad? Nee, zuster, alleen soep.